Ik ben Jantien van der Vlist, ik ben beachvolleybalster en mijn Olympische droom speelt zich af op de Copacabana. Ik heb me voorgenomen om, want we staan eerst 10 minuten te wachten in een donkere tunnel. En dan het moment dat we binnenkomen wil ik wel echt alles in me opnemen, dat ik het publiek hoor. Ik probeer mijn familie te zoeken. Nou, we starten tegen Canada, dat is de nummer 1 uit de pool. Wij zijn nummer 4, dus wij zijn de underdogs, kunnen volle bak erin. Elk toernooi, elke Olympische Spelen heb je teams die eenmaal boven zichzelf uitstijgen. En daar gaan we voor. Ja, het lijkt me het allermooist als we dan uit de pool weten te komen. Dat we in de eerste ronde knock-out dat we Brazilië treffen. Die natuurlijk thuis spelen op de Copacabana. Ik heb nog nooit voor zoveel mensen gespeeld. Er zitten 12.000 man in dat stadion en daar ga ik enorm van genieten. Ja, ik ben heel benieuwd naar die sfeer en dat probeer ik helemaal tot me te nemen. Ja. Het ervaren van die intensiteit van de sport op de Spelen, dat is misschien wel mijn Olympische droom.